Welkom bij mijn eerste inspiratievlog. Ik ben Stephanie, voor degenen die mij niet kennen. Ik ben Stephanie en ik ben psycholoog. Ik heb mijn eigen praktijk, praktijk Vitae, waarbij ik mensen help door middel van mindfulness, maar ook door middel van een-op-een begeleiding. Maar dit is geen promo-praatje. ik wil namelijk met deze inspiratievlogs vooral jullie met wat leuke filmpjes inspireren, wat meer vertellen over psychologie. Dat doe ik gewoon op een beetje een losse manier. Dus geen super fancy filmpjes, niet geëdit, niet gescript. Ik zeg gewoon alles wat in me opkomt en ik hoop dat jullie er iets aan hebben. ik ben dus psycholoog en ik help mensen hiermee. En ik vind het gewoon leuk om op een andere manier bij mensen binnen te komen. En ik hoop dat jullie iets aan mijn filmpjes hebben. De eerste week, dus deze week, vind ik het interessant om gelijk bij de basis te beginnen. De basis van hoe ik in ieder geval als psycholoog naar stress kijk, naar klachten kijk, dat zijn gedachten. Gedachten zijn namelijk eigenlijk de essentie van waarom wij soms in het leven tegen dingen aanlopen waar we tegenaan lopen. En dat komt dan vooral door negatieve gedachten. Ja, ik denk dat iedereen het wel kent. Ik wil deze week namelijk vooral over zelfoordelen hebben. Hè, oordelen over jezelf, die komen ook in je gedachten op als talige representatie. Om even een voorbeeld te noemen. Je hebt op je werk een taak niet goed volbracht. Je wordt daar door je baas aangesproken. Wat vervolgens in je hoofd op kan komen, in de vorm van een gedachte, in een oordeel. Iets in de trant van, ik ben niet goed genoeg, ik ben niet goed genoeg voor deze baan, ik ben hier niet goed genoeg bij, ik ben een, noem het maar op. Ik denk dat iedereen wel voor zichzelf iets kan herinneren van, daar ging ik inderdaad ook met een zelfoordeel over. Daar ging ook een zelfoordeel even met mijn goede gevoel aan de loop. Dus zelfoordelen, dat is eigenlijk in mijn ogen de essentie van waarom heel veel mensen klachten ervaren. Ik zelf ook. We hebben allemaal te maken met zelfoordelen. En juist omdat we daar allemaal mee te maken hebben, is het belangrijk om te kijken van hoe ga je daar nou mee om? Hoe ga je met die zelfoordelen om? Want dat je ze hebt, is niet gek. We zijn immers mensen, we zijn cognitieve wezens die de hele dag doorgedacht te hebben. Dus dat je ze hebt is niet gek, maar hoe ga je er nou maar om? Dat is eigenlijk de vraag. En ik wil jullie iets aanreiken wat voor mij heel erg goed werkt. Dat is namelijk meer afstand nemen van je gedachten. Dus niet zozeer, ik mag dat niet bedenken. Ik mag niet meer een oordeel over mezelf hebben. Voor mij is dat een beetje zo van, ik pak een strandbal. Die ga ik lekker onderdouwen in de zee. Ik weet niet of we dat ooit gedaan hebben, dat werkt dus niet. Die strandbal die komt de hele tijd toch maar op. En dat is ook hoe ik naar zelfoordelen kijk. En op het moment dat jij gaat denken, die moeten we niet hebben. Die komen toch wel op. Wat voor mij dus veel beter werkt, is om er afstand van te nemen. De zelfoordelen te zien. En het ook maar te mogen laten zijn. Daar gaat er weer een. En laat me voorbij gaan. En ook al komt er 5 seconden later weer een nieuwe. Dan is het, daar gaan we weer. In die zin, om het maar ook gewoon voorbij te laten gaan. Je hoeft er niks mee. Het is alleen maar een gedachte. En wat is een gedachte? Behalve een talige representatie op basis van wat jij meemaakt in het leven. Ik wil een korte oefening met jullie doen. Eentje waarbij je wat meer traint om afstand te nemen van je gedachten. Of dat nou oordelen zijn over jezelf, oordelen over de situatie. Eigenlijk een oefening die je wat meer ruimte geeft om vanuit een derde persoon perspectief erop in te gaan. Ik ben niet erop in te gaan, keer op keuze. om er van een afstand naar te kijken. Dit is dus overigens het mooie als je dus gewoon zo'n blog maakt die niet geschreven is. Mag gewoon wel. Ik wil je even vragen om een rustige plek uit te kiezen, eentje waar je niet gestoord kan worden, rustige omgeving. Ga dan lekker
lekker zitten op de stoel. Ik zit er ook al helemaal klaar voor. En dan wil ik je vragen om rechtop te gaan zitten. Met je voeten plat op de grond. Lekker ontspannen. Dus gewoon relaxen. En dan mag je je ogen sluiten. Het enige wat je moet doen is gewoon naar mijn stem luisteren. Ik begeleid je de hemel door. Dus je zit op de stoel met je ogen dicht. Je maakt contact met de stoel. Hè? Voel ook even hoe je op de stoel zit. Maak je rugcontact. Maak je benen contact misschien met de stoel. En dan wil ik je vragen om je aandacht te richten op je ademhaling. En je kunt hierbij je handen op je buik leggen als je dat fijn vindt. En neem even een momentje om gewoon te voelen hoe de adem het lichaam ingaat en het lichaam uit. Je hoeft hem niet te sturen, hij is goed zoals hij is. Je hoeft hem alleen maar op te maken. En vervolgens laat je gedachten opkomen. Niet op zoek te gaan naar gedachten, maar laat maar gewoon opkomen wat er in je opkomt. En in plaats van met deze gedachten mee te gaan, ga je eigenlijk ernaar kijken alsof je bij een film bent. Zie maar gewoon welke gedachten zich aan je bewustzijn voorbij trekken. En je kan deze gedachte ook een naam geven. Zo kan een gedachte een oordeel zijn, een herinnering, een plan voor in de toekomst, misschien een zorg. En probeer zo de gedachten die zich aan je bewustzijn voordoen, om die een label te geven. En als je hem een label hebt gegeven, dan laat je hem ook weer voorbij drijven. Wanneer je merkt dat je in gedachten bent geraakt, dat je in de inhoud ervan verzeild raakt, dan ga je weer in een derde persoon perspectief staan. Stel je opnieuw open. En dan mag je nu je ogen weer openen. Als het goed is, zie je mij dan weer. Nou, dit is dus een hele korte oefening. De mensen die ik help, doe ik hem veel uitgebreider uiteraard. Geef wel een beetje een inzicht van hoe zo'n oefening werkt. Ja, je kan deze ook doen, deze oefening door middel van meditatie. Daar hebben we ook vaak dit soort momenten ingebouwd. Überhaupt is meditatie een goede manier om anders met je bewustzijn in te gaan. Maar daar komen we later nog weer op terug. Je kan deze oefening zo vaak doen als je wil. Nu weet je een beetje wat er wordt gezegd, dus je kan hem ook gewoon uitbreiden voor jezelf. Het fijne aan deze oefening is als je dit vaker doet, hè, dus je traint eigenlijk je bewustzijn op een hele andere manier dan dat je gewend bent. Als je dit vaker doet, wordt het ook makkelijker om in de hectiek van een dag dit soort dingen bij jezelf te herkennen. Hè, dus dan kan je veel makkelijker, ook als je in een vergadering zit, en er komt een gedachte op, kan je veel eerder dit herkennen en zeggen, oh ja, wacht, daar gaat het weer. Of, oh, dat is weer een oordeel. Oh, wacht, nou ben ik bezig met het eten van vanavond en de boodschappenlijst ervoor. In plaats van dat je erin meegaat. Dus het is een andere manier van eigenlijk jezelf trainen in bewustzijn. Klinkt heel simpel, maar het is best moeilijk hoor. Dus als je dit niet gelijk door hebt, verwacht ook niet van, oh, ik moet nou in één keer het licht hebben gezien. Even niet erg, als dat nu niet zo is. Het is een kwestie van trainen. En we zijn allemaal maar mensen.
Dus het is ook voor iedereen moeilijk. Hij is toch wat langer geworden dan wat ik had gedacht. Ik zie al dat we de 10 minuten hebben aangeraakt. Dus ik wil het hier voor deze week bij laten. Hou vooral mijn YouTube-kanaal in de gaten en Facebook. Want daar zal ik zo nu en dan gewoon leuke inspiratievlogs op zetten. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben en dat jullie het leuk vonden. Mocht je nou een prangende vraag voor me hebben, zeggen van nou Stephanie, ik ben benieuwd hoe je hier en daar naar kijkt vanuit de psychologie. Laat het me dan vooral weten, dat vind ik alleen maar leuk. Dat kan je gewoon heel makkelijk doen door op mijn site te kijken. www.praktijkvitae.nl Daar kun je gewoon even het contactformulier invullen. Maar je kan het ook gewoon via Facebook een berichtje sturen. Tegenwoordig doen we allemaal Facebook super makkelijk, dus ik snap ook dat dat veel makkelijker is. Ik zou het heel leuk vinden als jullie wat insturen. En anders heb ik ook nog zat ideeën, dus komt helemaal goed. Mocht je ook meer willen weten over mijn hulpverlening, over coaching, of over mindfulness cursussen, dan ben je welkom ook op mijn site, daar staat meer informatie op. En ik hoor heel graag van jullie. Fijne dag!